Sì, buon tardi, buon tardi, buon noci. Buon minum mio mastinos a un programma che abbiamo sta studiando tur dia, tur semana di nuovo e tema qual è storia di Iglesia di Dios. Per noi siamo troppo contento, per noi è un privilegio per cada semana trovi con noi Spagna è un privilegio di guardo usare per noi presentare e mensaje na qui na bosso cada un e specialmente a turista in Olanda. Mas já dá um bom início para nós, danke por criar espaço, nós podemos dar boa casa, caminhar para o sotá, caminhar sem mensagem de Deus para o ar do TC. E Yasmin, bom início. E que botim, que botim para compartilhar com nós, televidente na aula. Hello, televidente, um dia mais também, de minha parte também, welcome. Great que você está vendo, você está escutando nós. A partir de que vosso tempo para junto conosco nos drenturado de a palavra de Deus. Ando a ver o fale semana passada. Vamos dar roupa informação. Não estava a ter problema técnico. Pero esse mal aqui tu cos é todo problema a vosso resolver. Deus a ver nossa turco ding para nos do novo lo que vou ding usar lo que Deus quer para usar. Te de bocas. Então fale. Bom, há duas nossas roupas e informação, semana passada, sobre a igreja Tiatira, correto? Sim, claro. Ok, agora, me dá um par de perguntas. A igreja para comer mesmo, se você não tem alguma pergunta, escreve na broadcast e nós o tratamos durante a nossa base de estudo aqui, ok? Yasmin, me dá isso, nós começamos com a palavra oração, e agora, o Espírito Santo guia-nos para nós poder entender a parte com nós também Awe, não tarde à noite, só a turcos bom, mas começar com oração, mas começar com Deus. Amém. Talvez então, nós também, essa palavra oração para nós poder entrar. Só agora, bom, Espírito Santo, nós não sabemos nada, nós estamos blanco, blanco, blanco. Da Espírito Santo, com a escrever a Bíblia, e nós compreendemos a cor escrever. Mas nós temos que pedir guiança para nós poder entrar em sua palavra. Nós estaremos essa? Tada Deus, é o momento na que nós está apresentando os meses na Botrono Santo. Com um coração agradecido, Senhor, chamado danke, Senhor, para cada maravilha, não, para cada coisa que botasse para ser humano. Tá, Deus, danke, Senhor, que não tem nada atrás, com a mão do Jesus Cristo, que a cruz de Calvário para morrer, para nós ter esperança de bem-aventura. E não é isso, para falar com palavras que vi, Senhor, com carta de amor para a humanidade, para ser um manual de vida. Quando agora nós estudamos palavras, Senhor, para conhecer a vontade, e assim nós podemos salvar de amor reino. Tá, com o nosso momento, nós vamos ver a palavra santo. Permitir, Senhor, que o Espírito Santo, com a escritura, não, por Deus, nos compreender o que agora escrevi. Bem-vindo, estamos escutando ricamente e nós estamos trazendo a palavra aqui, Senhor, do nosso for de sabedoria, sobretudo, Deus reconhecer que não tem nada de nós. A única coisa que nós dependemos de Deus é a guiança do Espírito Santo. Visitar a Deus, permitir, Senhor, que tudo o corpo que não for de vontade, bem-vindo, estivemos atrás de controle, bem-vindo, cada pessoa nasce também com a nós e permitir, Senhor, que turcos por cana, Senhor, para ser mensagem para o Aruíba e chega com a minha língua e no coração que me seu Aruíba. Então, nosso oração é pedir mesmo, somos dignos de receber tudo isso aqui, não? Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. Ok. Sim, não está a conversar. Ah, que maneira me dá a avisar. Se vamos passar, me dá que era dor de técnico o problema, não sei na minha casa, não escute tudo o que o Aruíba apresenta. E naquela caminha também tinha alguma pergunta. Dois, para nós não temos tanta informação sobre a igreja Tiatira, base um recap sobre Éfeso, gemeente Éfeso, Smirna, Pérgamo e nossa queda na gemeente Tiatira, a igreja Tiatira. Agora, mirando a inteira história, está canando, Éfeso e costava da cipher, está agora? Cipher. Então, ela começa de Smirna, e não está em persecução. Depois, nós vamos de Pérgamo, caminho e lei na Vaticano, na Adrenta Católica, bem, toma over, cambia em coisa. E depois, nós Adrenta tem o período de Tiatira. Caminha e nana é reformista na mesa Atlanta, que estava da Ângel Católico, com Atlanta contra o católico não e ler não com não estava tatim. Yes. Agora, conta-nos algum coisa mais, Inana. Quem é aquele
e reformista, que é reformista da parape? Que é o grupo reformista? Que me pode compreender de esse? Sim, tá. Bom pergunta. Lomé vai trazer, tá bem depois, tem estudo conosco, vai seguir a ué. Mas me tá começando numa missa antecipo, um yapa, na medicina, que é o que estava, é as coisas que estava circulando, tempo e estava, que é Vaticano, que é meu sistema religioso católico. Dus in die tijdperk, het katholieke kerk die eigenlijk heerste. Sim, tabata sinha que bom mestre assi, posta mane penitência, popo cumpra salvação lá mesmo assim. Je kon je eigenlijk je redding kopen. Dat is wat ze eigenlijk aan de kerk aan het leren was. Que mesmo tata sinha nan a sinha roupa e sinha ansa na mais estranha maneira. En zo hebben ze alle andere valse leren of bepaalde leren aangeleerd aan de mensen in de kerk. Wanneer purgatorio of die purgatorio? Dat is purgatorio. Wat is purgatorio? Que mijn purgatorio is een camino mee die cielo kufierno. Dus purgatorio is een plaats tussen de hemel en de hel. Que mijn ore, si. Oriende, portanto, gemalende, perna gemone tampoco. Dus wanneer de persoon dan niet goed en ook niet helemaal slecht was. Het is bij een purgatorio. Gaat hij in dat ruimte, de purgatorie. In theorie, de familie komt er ook weer achter. Dus dan is de familie die achterblijft. Dan betaalt de priester. Gaat dan de predikant betalen. Pas de oratie, pas de missa, en pas de purgatorie bij gelo. Om eigenlijk gebed of een dienst te doen, zodat die persoon die in die purgatorie is, in die ruimte zit, om over te stappen naar de hemel, correct? Correct. Oké, maar omira, als je dan tabat in diferente signaanse dan, putada bij contra efficiënte bíblico. En zo hadden ze verschillende leerstellingen die tegen het woord van God ging. En to e reformista na aqui, tam kutaba da católico na sabisa kaba. En dus deze gereformeerden die eigenlijk katholieken waren of zijn. Awarde guia door Espírito Santo pa mira e escritura com outro vista. Zijn ze geleid door de Heilige Geest om de schriften met een andere oog te bekijken. En dan a comissar explica een andere enseñanza con otro som de catolicismo. En door de schriften begrijpen wat daarin staat, zijn ze eigenlijk een andere stelling naar voren gebracht. Algun die enseñanza dan que reformisten daba de enseñanza solo scriptura. Dus enkele leerstellingen die gereformeerden, en daarom noemen ze zichzelf gereformeerden, omdat ze tegen de sí. leer gingen. Sí, pues, dat een reforma, als reforma dat een cambio die doet dat bij links of bij rechts, of een reforma. Een cambio in directie. Oké, dus gereformeerde betekent je gaat in een andere richting dan wat je dan gewend bent. Toch? Sí, sí, no, ja, of tegen de wat je dan gewend bent. Juist. Kijk, maar reformista na aqui, tabata sinha, com solo scriptura. Kijk, mijn scriptura, dat is base die fé cristiã. Dus de gereformeerden kwamen met de leerstelling, dus we hebben begrepen dat alleen maar een solo scriptura. Sí. Enkele, de enige schrift eigenlijk, moet je dan volgen. Dat Juist. Is dan de waarheid. Correcto. Que mijn botamira, die kon, pas om maar den tempo e iglesia católica, taba ten credo nan traa, door die priester nan, kun nan mester asinha voor de cabeza e praktika. Dus, want in die tijd hadden de katholieke kerk eigenlijk hun eigen credo, dus eigen regels, leerstellingen, dat mensen of de pastoraten, de priesters, hebben gemaakt zodat de kerk het moest volgen. Juist. En niet volgens het woord. Correcto. Wow. Mensen kunnen zo beetje creëren namens om te imitan bij mij. Mijn missa, Kiko, ik creëren dan ta insera. Ja, Rovali die heeft het zelf meegemaakt omdat hij ook zo is opgevoed. Dus hij weet waarover hij praat. Pero dopo il Signore mi trece, è verdad, no? Non sta pa critica of quibra nium religion of nada. Daarom wanneer hij de waarheid naar boven brengt, is niet om bepaalde geloof overtuiging te breken. Pero den amor mi ta trece, è verdad. Maar in liefde probeert hij de waarheid over te brengen. Dus de Spirit Santo guia ons, den tour è verdad, maar de Bijbel de Bisa. Omdat de Heilige Geest ons eigenlijk stuurt naar de enige waarheid. Is het algo dat bij contra die palabra automatisch bono passe outro para mais que com bom of com bom gostava taf taque ainda. Als iets tegen de waarheid praat of tegen het woord van God spreekt,
dan kan je niet anders doen. Je kan er niet mee praten, je kan er niet mee ingaan. Juist. Je moet er de eigenlijk vertellen hoe het eigenlijk zit. En met de kere amorte zit dan ook. En ik denk ook niet dat het dan de liefde is. Met de kere sumamata mira yuta bij kana kai de un post, lage bij kai de un post. Dus het is niet om als je moeder ziet dat zijn kind in een put gevallen en hij en die moeder blijft staan en laat het kind gewoon in de rand vallen. Met de kere ora pas door de experiencia, kubo saka aba ke final ta. Dus door ervaring als je al weet wat de einde zal zijn. Que me ambo tinku adverti, si bot e turendo da pas nem caminho, se for exemplo, se tem algo dentro caminho da, ba passa ya bu, ba bora botai por exemplo. Dus als je een voorbeeld, als je door een weg rijdt en je krijgt een lekke band. Tem coisa em caminho da bonta, ba laga turendo passa, bora nan taibo, ta advertinan, pa na no passa de mesmo experiência que aba passa. Dan probeer je dan een waarschuwing te zetten in die weg, zodat de mensen ook niet een lekke band gaan krijgen waar jij die lekke band hebt gekregen. Então pensei que é pensamento, é amor aqui, me dá três, é mensagem não, para mostrar, é verdade bíblico. Dus met deze gedachte proberen wij dan het waarheid naar voren te brengen, zodat mensen wakker zullen worden voor de leugens waarin ze leven. Estimando tudo que é o amor de Cristo, mas Cristo estima nós, pero é amor de Cristo que corrige nós também. En houden van het liefde dat God ook in ons zet. Om van ieder te houden, proberen we dit te doen, omdat Jezus ook van ieder houdt. Que mensen, wat dat je op leren, en de reformist en tabatin, apparis een sole scriptura, dan tabatin salvation pa meio di gracia. Dus de gereformeerden hadden buitenom dat je dan echt alleen maar de schrift moet volgen, ook redding door genade. Juist, die controle, was om Eglise Katholico, dat is een andere enseñanza. Waarom? Omdat de katholieke kerk een andere leerstelling naar binnen heeft gebracht. Met de kerk om een historie naam, voor ejempel, hoe naam is er bijzijke papa van een kanariba naar rodier die meter naar largo van een pordon die naam pikanen. Ik denk dat wij ooit ook het verhaal hebben gehoord dat je dan meters ver op je knieën moet lopen om vergeving te vragen bij de paus. Oh, echt waar? Sí. Oh, sí, mijn penitentia, que mijn penitentia tá, but tengo que hacer algo para banhar por dom. Oké, dat is noemen ze penetri, denk ik, in het Nederlands. Juist, que mijn sien tá batlagen en dan hasi pasa de inkostan cruel para dan compra e salvação. Dus zo lieten ze eigenlijk de mens denken en doen, ja, toch wel vreemde dingen doorheen gaan om hun ja, redden. Juist. Te kopen eigenlijk. En door Martin Lutero heb je 95 theses. Dus uit de gereformeerde heb je de man Martin Lutero, klopt het? Hij is een gereformeerde toch? En die heeft 95 regels gespijkerd aan de muur van de katholieke kerk toen in die tijd om te laten zien van hé, jullie zijn verkeerd. Sí. Que ambos mira uma mabuteria metá busquei mabuteria pantai mas mira é cinco pontos não o é reformista não tava tá basa não querência de baje de sola não de fé protestante cinco sola não até mas não sola não dei são des vijf doctrina está daar hè en ja het wordt genoemd ook sola van de protestante kerk juist então você sabe que não é doctrina de sola scriptura mas não sabe isso aí da é fuente de toda autoridade. Botar é. Ok, de leerstelling of de doctrine van sola scriptura, dus alleen het schrift. Juist. Botar is een fundament van alle autoriteit. Juist. Que men atrobe refutando, negando e querência que um priester te sum que tem que bingo sulei impone credo nan pa e iglesia. Dus pero, dit gaat tegenover wat de katholieke kerk heeft geleerd, dat een priester zijn eigen denkwijze, zijn eigen regel in de kerk brengt, zodat de mensen eigenlijk moeten doen of aan moeten houden. Juist, men escritura te base die fé protestant. Dus hun brachten naar voren dat de schrift de fundament is van een christelijk leven, voor hoe je moet zijn is als Christen hier op aarde. Juist. En die dos punten die reformeerde, staat dat para que otribaje, de doctrina de sola fide.
Tá, é crença que solamente dor de fé em Cristo e de põe a salvação gratuitamente. Okay. A doctrina of ler that the protestants had heet de sola fide. Dus dat betekent dat een persoon alleen maar door geloven in Jezus, dat je dan redding kan krijgen. Correcto. No manera taba tawara sinya, door de katholicisme, door de penitentia, door de kasi, een ritual. Dus niet hoe ze gewend zijn of geleerd zijn door de penitentie of door door te lopen op je knieën. Juist. En al die dingen, zodat je dan een redding krijgt. Of vergeving krijgt van je zonde. Juist. Salvation unicamente den Christus Jesus. Het is een redding alleen maar door Christus Jezus. E di tre punti cantata per il c'è la dottrina di sola grazia. Sola grazia ta è credenza che la salvazione ta queda donata a Dio na ende gratuitamente, senza ende merecesse e offrire su mia sforza. E da heb je de dottrina, dus de leerstelling van sola grazia. Dus eigenlijk alleen door genade. Juist. Dus er staat voor dat door genade hebben we redding. Mm-hmm. Sí, está así. No tiene ese tipo de penitencia. No tiene. No tiene nada. Nos no pasa nada para poder salvar. Son una gracia, un don, un regalo de Dios aquí. Sí. Sí, es que no está explicando, que explica que es parte aquí. Que solo la gracia. Es justo no fuera quebrada. Yo es. Que me han. Pero un cosa me separa que es tipo de. Es gracia. Sobre abatá es pregunta, es confusión. Que nos toca salvar para gracia. Que me han no está la ley, pero un canto. Dus heel vaak heb je de gedachten of de wisselingen van oké, genade en redding. En dan duwen ze de genade even opzij. Pero el lijke gracia daarbij, snegi, man na man ku otro. Maar Gods wet en de genade gaat samen. Si yo bij voor de encomisamento, kiko ta de koos, con picadri en de kinan, con onze de condition aquí. Als je vanaf het begin gaat kijken hoe komt dat wij nu in deze toestand zijn beland? Door die een pika die Adam en Eva. Door Adam en Eva, de zonde. En toen is dat pago de pika te morto. En het woord zegt, pago de pika. Amen. Loon. Pago de pika, dus het loon van de zonde is dood. Amen. Otra palabra, meestal is het een algo, wat, laat me expliquer, maar simpel om te comprender. Si yo voy corte con una persona, no? Als je naar de rechtszaak met iemand gaat, het is een abogado. Komt hij met zijn abogaat? Wees dan sinta fiscaal. Ja, de rechter, fiscaal rechter. Awor, si es e país no tiene ni ley que la falla con als het land geen wetten heeft om te kunnen aanwijzen dat deze persoon wat hij heeft gedaan verkeerd was, dan kan je die persoon nooit een straf geven. Com outra palavra, se Adam e Eva a falha, a peca contra Deus. Dus met andere woorden, als Adam en Eva tegen God heeft gezondigd. Taba tinha uma lei que taba tinha existido que não pôr a falha contra Deus. Dus er was al een wet van tevoren dat hun eigenlijk hebben verbroken. Se não não pôr a falha. Anders kunnen wij vandaag niet praten over een fout of over een zonde. Talvez eu a lei não agora estabelecer como meio para manter-nos no caminho de Deus. Daarom de wet van God help ons om recht te blijven in Gods weg, om te weten wat goed en kwaad is, wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Dus maar ja, nós temos graça acaba dor de Cristo que morreu na cruz de Calvário. Want we hebben de genade aangekregen van Christus door te sterven op het kruis voor ons. Pero é lei de Deus, tá, tool que Deus tá usa para manter-nos de graça. Mas a wet van God é eigenlijk um hulpje om jou te helpen onder de genade te wandelen. É lei não pode salvar-nos. A wet kan ons niet redden. É lei que nos diz que nossa falha com mandamento de Deus. Mas a wet wijst ons wel waar we eigenlijk de fout in kunnen gaan. En door hem mostrar me faio, het mandame na Christus Jesus justificar me faio. En wanneer hij ons onze fout laat zien,
dan stuurt u ons terug naar de kruis om enkele vergeving te kunnen vragen. Tá pensando, se você parar é graça que leva outro, o pessoal anda junto. Daarom kunnen wij die tweeën niet van elkaar afscheiden. We kunnen de genade en de wet van God niet afscheiden. Ze zijn samen. Diz me que era explicar isso do orco já nessa toche parte que eu aqui me quer explicar isso para duidelijk. Ja, dus willen we dit even uitleggen zodat dat ook duidelijk is. Vou dar seguir o ponto número 4, doctrina de solos Christos. Tá é crença de que tem solamente mediador capaz para redimir a gente diante de Deus, que é Cristo Jesus. En de vierde, waar de protestanten ook naar voren was, die heel erg sterk was, was de doctrine van solos Christus, dus alleen Christus. Dus alleen maar door Christus, Jezus de enige die een bemiddelaar is tussen ons en de Vader. Não tem nenhum nome do mar boi chelo que nós podemos salvar hoje dia com outra Cristo. Er is geen naam die de Bijbel zegt, behalve Jezus, die ons bemiddelt met de Vader. Com todo respeito para todo pastor. Met alle respect voor alle predikanten. Maar nenhum de pastor não pode salvar. Geen predikant kan me redden. Zodat Christus de único que a entregar su mens na cruz de Calvário para nos salvação. Alleen maar Jezus heeft zichzelf gegeven aan de kruis. Pero é tempo aí que quando anda a hora assim, vicarias filhos dei. Mas de tijd, wat wordt er weer aangeleerd? Vicarias filhos dei. Wat betekent dat voor mij? É papa até som, é tão vicarias como Jesus ribatera. Vicarias betekent God of Jezus op aarde, dus de zoon van God op aarde. Correcto. Dus ik moet dat zien als de paus stelt zich voor als Jezus, de zoon van God op aarde. Juist. Eta intercedeu agora entre Deus e ende e não Cristo. Dus dat de paus ons bemiddelaar is hier op aarde naar God toe. Wauw. En terwijl de Bijbel zegt net dat Jezus het is. Juist. Quem bom mira ta PC protestante aba defini e punto na que bom claro, passou uma na hora a luz de evangelho de verdade de Deus. Daarom de protestanten hebben dit heel goed naar voren gebracht. Zodat je, want ze hebben eigenlijk de licht gekregen op wat echt de schriften zeiden in die tijd. Nog steeds. Juist. En betaanje, en die 5 doctrine tabata, soli Dio gloria. Dat significa, dat je creencia, que solamente Dios perdone gloria y adoración. En je hebt de 5e punt, de doctrine, soli Dio gloria. Dus alle glorie aan God alleen. En dat betekent dat eigenlijk jouw aanbidding moet alleen maar naar God toe gaan. Ik heb nog niet nieuw hende, santo, etcetera, kun ons ding adorar, niet doen naar gloria. Dus je aanbidding, er is niets boven God die wij eigenlijk onze aanbidding aan moeten geven. Dus geen heilige beeldjes, geen heilige Maria of heilige San José of San Miguel. Whatever, maar alleen maar naar God toe. Juist. Kemen, dat is het. Dat is de doctrine van 5 solas. Solas die er voor een protestant. Het punt dat is de basis van de protestant. Dus deze zijn de 5 punten waarvan de protestanten de basis had om erover in te gaan tegen de leerstellen van de Vaticanen. De mensen hebben door dat ze mij een pregunta, maar ja, met een boel, bij tegen hem, maar je moet spreken, contesta je pregunta. Ik loop een beetje voor. Maar het is bom voor ons te spreken, als je dan bij persoon, kom bij mijn informatie, je gaat in kuje, en als je het hebt comprendibel, voor mij is het ook het important. Ja, voor mij is het duidelijk. Dus nu begrijp ik wat de protestanten voorstaan. En wat heb je nog meer voor ons voor vandaag? Ah, we zijn bij paraketer je partij tira, voor ons finaliseren. Mas o que é só isso de? Vandaag gaan we verder met de gemeente Thyatira om te kijken wat is er precies gebeurd. Pastor, mas nossa mira, é reformista, né, protestante, né, sale com fervor predicando contra de sistema papal que estava governando de tempo aí. Want de protestanten, natuurlijk, net hebben we over gehad, dat ze gingen tegen de leerstelling wat de Vaticanen in die tijd naar binnen hebben gebracht. Na começar com zelo fervor. De protestanten. De protestanten, okay. Sim. De protestanten waren met een vurig, ze waren heel vurig tegen de katholieke kerk. Pero lamentablemente, poco a poco, nan candela bij paga. En
Jammer genoeg, beetje bij beetje is hun vurigheid gaan doven. En nabij al final, kan het mis een paso dan, Iglesia Mama Católica Romana. En uiteindelijk zijn ze eigenlijk in dezelfde voetsporen gaan lopen of beland als de moederkerk hun eigen katholieken. Oficialmente, na año 1517, in het jaar 1517, e Iglesia Protestant a comisar com sua reforma ora Martin Lutero aclaba e 95 teses nan riba e porta de igreja de Wittenberg e nan bota comisa marca e comisamento de e tempo of e reforma protestant. In 1517 begon de protestanten de 95 regels die ze tegen waren tegen de Vaticaan of de katholieke kerk, heeft die gespijkerd op de muur. Dus in die tijd begon eigenlijk de samenzwering van de samenzwering, geen goede woord, maar echt de revolution eigenlijk tegen de katholieke kerk. Sí. Anto, correct, even aan je bon, je zingt je shit. 1517, herinner het goed. Ora de protestanten aan komisaku nan nam protesta contra de Iglesia Romano. Dus wanneer de protestanten zijn begonnen met hun gevecht tegen de katholieken. Nou, als je naar Mancruza, katholieken, als je naar Mancruza. De katholieken zitten, waren niet eigenlijk met hun handen gevouwd gezeten. Tap en nan a comisa e inquisition en matamento de reformador naki, protestant naki. In die tijd begon het inquisitie. Weten jullie nog het woord? Die woord inquisitie, wat betekent dat ook alweer? Inquisition ta e na legalisa, alleen is maar simpel bisa na legalisa kopo mata am hende kutabai contra die e kerense katholiko. Inquisitie betekent dat er was een wet ingebracht die tegen alle leerstellingen die tegen de katholieke kerk gingen werden gedood. Juist. Kemen ora bota bai contra di ler esinyansa di Iglesia Católica Romana bota waru kunzera e rege. Dus eigenlijk hebben ze het gewoon in de wet gezet zodat ze hun kunnen straffen. Juist. Wow. En ora na nyabu to komite rege si kemen e castigo ta pena di morto, castigo di morto. Dus hilegia, toch? Si. Dus als je dan hilegie doet, dan is dat je straf. Dus dat is de woord dat ze dan in die tijd hebben gebruikt voor wanneer iemand tegen de leerstelling ging van de katholieke kerk wat ze meekwamen. Nou, dan heb je, ja, overpleeg je hilergie en dan is de straf je dood. Tamas, je protestant, minjones, na mata, die periode. Heel veel protestanten in die periode zijn zo vermoord. Ja, saki, nota alle goed om fantasie. En dit is geen fantasie. Als de Iglesia Católica Romana mensen accepteren ze aki, je hebt die pardon pa e kospo naast aki. Want zelfs de katholieke kerk heeft tot nu, in deze onze tijd, vergeven gevraagd voor in die tijd wat ze deden met de gereformeerden. Kemen, pa omeer de kost real kost zo de. Want het is echt wat er is gebeurd. En het was op een brute wijze werden ze verbrand. Ja, Kima. Ze werden verbrand. Bentad in leon pa dan spatten veel otro. In de leeuwenkooien gegooid, aan twee paarden gebonden en uit elkaar gerukt. Schrikkelijk. Per papiando de gedano denk het topico die reformador dan, die tiatira. En terugkomen bij de gereformeerden. Reformador na, segunda salico e fervor na bij, mene wees, e candela bij ba e apaga. Oké, net als wat we hebben gezegd, de gereformeerden waren heel vurig bezig, maar beetje voor beetje is het op een laag pitje geworden en ze zijn in de voetsporen van hun eigen, van de katholieken weer binnengetreden. Maar hoe? E Iglesia Católica Romano, tabata un Iglesia estatal. Estatal. Okay. Dus de katholieke kerk had een status, klopt het? Estatal, Iglesia Estatal, un Iglesia que tiene poder religioso e poder civil. Estatal betekent dat de katholieke kerk had twee machten. De politieke macht en de civiele macht. Kijk eens zo de protestanten die na bij establishing in de iglesia
Porque é mesmo autoridade, que é mesmo modus operandi que a Igreja Católica faz. Dus deze gereformeerden hebben hun kerken, eigenlijk gemeentes, gebouwd op dezelfde fundament als de katholieken. Ook met de civiele recht, civiele macht en de politieke macht. En de orbo mira que o poder civil, que religião join, tá cosmalo sempre do sucedê. En wanneer je ziet dat het geestelijk mengt met politiek, is gaat het allemaal verkeerd. Alleen maar slechte dingen gebeuren daar. Tapa emotivo e pessoal assim, Igreja Católica Romana tava tinha poder civil. Dus want als de katholieke kerk geen civiele macht had, e não pora vincular em que chama mata ainda não. Kon hij niet met een wet binnenkomen, net als de inquisitie, om de gereformeerden te doden. Tapa emotivo e merca até né e poder religioso com civil leu for de outro temporalmente. Daarom heeft Amerika eigenlijk de geestelijke macht of recht van de civiele of de politieke van elkaar afgescheiden. Sim. Mas toma essa que é quase de passado, quanto em lugar de matar dor de poder civil com religião de join junto. Ja, maar dat is omdat de gereformeerden, een deel van de gereformeerden zijn verhuisd naar de Amerika, toch? Sim, maar nem isso passado. Ja. Net als we vorige week, ik weet niet of dat ook door was gekomen vorige week vanwege die technische fout. Maar vorige week was een groepering van de gereformeerden verhuisd naar Amerika. Sí. En daar is een soort status gevormd, een soort wet gekomen, omdat ze zagen wat het civiele macht samen met het politieke macht of het geestelijk zijn kan doen. Hebben ze een wet gebracht dat je eigenlijk vrij hebt van geloof, hè? Geloof uiting. Je hebt vrijheid van geloof uiting. Tot nu toe hebben we dat vrijheid van geloofsuiting afgescheiden van de civiele macht. En netamente is hij reformador naar bijasi, naar bij joinen in de iglesia kunna forma que poder civil junto, kunna tamme taba ta persigi mate katholiko na wo, kunna taba ta keren na kerensi. Eigenlijk wanneer ze dan, omdat ze echt de fundament hadden, ze hebben ons hun gemeente gebouwd, de gereformeerden, op basis van civiele recht en de politiek, dan wat deden ze? Net als wat de katholieken deden. Dus jullie willen niet accepteren dat jullie fout zijn, dus we doden jullie. En mijn keer dat mij daar met de bijzonder, mijn keer bij de historie van mijn smira, en historiador dan kon dan describeren, is dat je dan kon als de den passado. En we pakken even een stukje van de geschiedenis, zodat jullie zelf zien en niet geloven dat wij eigenlijk uit onze luie dakje aan het praten zijn, dat jullie zelf zien dat het echt zo is. Laat me komen met de declaratie van Johan van Dollinger. Ik met het in Spanje, maar ik moet het traduceren, tiki-tiki. Maar het is een obrador van Michela G. Para omira het originaal is, acá. En ik laga hasta bo, para omira onda más aquí. Para omira. Google, botan en ponje. Oké. Het is een Den en la historia no hay nada más incorrecto que aseverar que la reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. Que tú piensas que no, ahora va en historia, no tiene nada más malo de querer que la reforma protestante estaba en un movimiento a favor de la libertad intelectual. Ok. Ya expliqué, ¿no? Sorry. Zeg je dat de gereformeerden in de geschiedenis. Nog een keer. Nou, laat me het zeggen. Dat zeg je bij, door een KBLC met te spreken. Den een capsule aan mijn story aan de bezin. Het is na de verdad, is que fue todo lo contrario. Kort de bezin, que oroboquere, que reformadone, protestanten, non protesta, bata, pa un libertad intelectual de bisabo, e verdata, todo lo contrario. Esta vista para los luteranos y calvinistas, es cierto, representó su libertad de conciencia, pero el concederles esto a los demás es falso. No mientras ellos dominaran la escena, la eliminación completa de la Iglesia Católica y de toda la que les oponía en su camino fue considerado por los reformadores como algo perfectamente natural. ¿Qué te dice, Guinan? Que me ora boa pensa, o reformador na comissão, na nossa bissa,
con un protesta machasano contra de base religioso. Dus wat zegt deze context ons dat wanneer je dacht dat de gereformeerden zijn met een religieuze en een goede basis begonnen. Essa que não estava historiador, como ele narra o que anda visto. Estava da contrário que o pen estava da querer. Was het eigenlijk tegengestelde wat veel mensen eigenlijk geloofden. E da bisaba que não aquele na final da bisa é eliminação completo da igreja católica e tudo o que estava da vai contra de na ensinança estava da hora considerar para reformador na aqui como algo completamente perfeito, algo completamente normal. Dus dus het zegt hier ook dat wat de gereformeerden naar voren bracht was iets heel normaal. Sí, el hecho con tanta mata catolicona y mata turreno que estaba también contra la enseñanza. Dus het feit dat de gereformeerden de katholieke kerk of de katholieken ook gingen doden of vermoorden omdat ze niet willen aannemen dat ze verkeerd waren, heel normaal was. Sí, y ese bota mira não estava assim mesmo um coisa que esse católico estava assim. Dus eigenlijk kan je zien dus precies wat de katholieke kerk ook al deden met hun juist. Doen ze weer terug en dat is niet volgens wat God had juist gewild. No quem vai mirar com nada vai cada mesmo um passo não de e igreja madre igreja mama católico romano. Dus eigenlijk zijn ze in dezelfde voetsporen getreden als de rooms-katholieke kerk. Que men na lucha não estava uma lucha para liberdade ou para de consciência Boudi en Gaio naar de Iglesia Católica Romana. Dus eigenlijk was hun gevecht niet om naar voren te brengen zodat de katholieke kerk vrijheid krijgt van wat ze dan mee bezig waren om zich te bekeren. Nee, het was meer van, hey, wij power, weten het bij poder. Want ik heb poder. Macht. Zit dan daar bij de kengel. Wij weten nu wat de waarheid is, dus jullie moeten naar ons luisteren. Kemen, para uma atitude, quando está batasse, mesmo coisa da Igreja Católica Romana. That is the houding was ze dan naar voren bracht, precies het katholieke kerk. Kemen, assim bota mira, tem um historiador mas, para mim de par en turau, en zijn er heel veel geschiedenis contexten die hierover spreken, maar we gaan niet allemaal vandaag bestuderen. Preserva de smet, tam, é duna uma declaração para mostrar nós com e protestar na guita bata proceder dentro tempo e matando e católico, não? Server Smit was ook een van de historiador geschiedenis bestudeerder die eigenlijk ook naar voren bracht hoe deze geweld en deze oorlog aan toe ging. Wat ik Hartman Grisar, wat ik dus schrijf. Het is el nombre de Calvino es sinónimo de tirania religiosa, mientras que la tarea de entregar a la posteridad su dura doctrina de la coacción religiosa fue llevada a cabo por Beza en su famosa obra El deber de los magistrados para castigar a los herejes. Aquí es esto de mis aquí. Ahora va a tener nombre Calvino, el sinónimo de tegenovergestelde de costan malo, tiranía. Dus als je de naam Calvino hoort, of Calvinist, is eigenlijk dat tegenovergestelde sí. Van... Que men tegenovergestelde die lo que estaba tan bon. Dus tegenovergestelde van wat goed was. Que men para omira que nan taba ta mata mesmo un cost ora nan considerai nan hereje nan tambe taba ta waru turen que taba conta nan ciñanza nan tambe taba ta waru considerai hereje ta mata nan. Dus je hebt ook de groep Calvinisten die eigenlijk in geweldachtige toestand verkeerden tegen degene die niet in hun leerstelling geloofden. Wat is het dictionario Oxford Dictionario of the Christian Church, protestante visa? Los reformadores como Lutero, Beza y en forma especial Calvino fueron tan intolerantes al disentimiento como la iglesia católica romana lo fue. Que esto es la misma línea, te visa, calvinismo, que si tú eres reformador, es la misma cosa que la iglesia católica romana. Oxford Dictionary, te visa. Ok, als je ziet naar de Oxford Dictionary, die zegt ook precies hetzelfde. Dat deze tijdschrift, deze persoon, zet ze allemaal op een lijn. Juist. Dus de Lutheranen, de Calvinisten en al die andere gereformeerden waren niet anders dan de katholieken. Juist. Kijk, Paul Mira,
na comissão, maneira bisa ouvir, na comissão que ele foi protesta mais sano com a cabinha depois de outra luta. Então, se quama muito sterk na povo, mas de eigenlijk een verkeerde wending eigenlijk naar binnen ging. Want ze deden precies hetzelfde wat de katholieken deden met hun. Juist. Ik heb een korte palabra. Ora boboak e timeline. Botamira. Ku Eglise Katholieke Romana komisar en fe singu 30. Dus met andere woorden, als je de timeline bestudeert. Eglise Katholieke Romana wat me de boeteri beskrim. Want ons mira si. Hat aqui. En botei ons te mire. Eglise Katholieke Romana a komisar en aan 538. Dus de Katholieke Kerk is vanaf 538 na Christus begonnen. Te 1798 después de Cristo. Tot 1798 na Christus. Pero mei di nan tabating e reformador na mei di e gobernación papal. Maar tussenin was de gereformeerde die tot stand zijn gekomen. Y nos dice la comisa oficialmente na 1517, caminando ahora Martin Lutero clava en 1517. Oficieel is het begonnen in het jaartal 1517, wanneer Martin Lutero de 95 regels heeft aan de muur gespijkerd. Y que que te pasa, no momento que veo a la siguiente carta en la iglesia, cuarta sardis. En als je vervolgens gaat naar de andere brief, naar de gemeente Sardis bekijkt. Sardis cai net den este periodo de 517 até 1798. En de gemeente Sardis valt precies in de tijdperk van 1517 en 1798. Kemen bouwde e gobernación papal Sardis também a arena. Dus de gemeente Sardis is ontstaan ook onder de regering of de macht van de Vaticanen. Sí, pues hombre e sistema papal no aguardo derrotar. Ora Sardis na comissa, na a join, na hora considerar mesmo nível. Dus wanneer de gemeente Sardis is ontstaan, heeft de Vaticanen geen, of de katholieke kerk, hun macht niet verloren. Ze zijn samen gegroeid. Juist. En laten we kijken wat de kaart is die iglesia die Sardis. Laten we kijken wat de brief naar de gemeente Sardis zegt. Kemen, van ons komen we een pauze uit, we explica trobe. Que men Iglesia Católica comisa na 538-1798. Dus om even een samenvatting snel te doen. Dus de katholieke kerk is opgestaan in 538 na Christus. 1798. Tot 1798. 598. Si, 98. En mei die periode e Iglesia Sardis comisa. Sommige enantabata e reforma protestant. En tussenin is de gemeente Sardis ontstaan, omdat daar was de protestanten bezig. Qua comissa bon protesta, que solo scrittura turesina. Die eigenlijk goed zijn begonnen met al de doctrine, al die vijf doctrine dat we hebben naar voren gebracht. Natuurlijk waren er veel meer. Sommige base, tamisabata, pa libertad, verdad de Dios. Wat eigenlijk de basis was eigenlijk vrijheid naar de waarheid tot van God. Pero no, na lucha came na camino de liberar lucha va poder. Want de strijd is veranderd onderweg, want opeens willen ze ook macht. Que men na por nanta mata mesun cos, que les católico da mata, nanta meta bata mata back. Dus de gereformeerden gingen ook doden, net als hoe de katholieken hun gingen doden. Dat we net allemaal hebben. Y aquí carta de bispo en Revelación 3 versículo 1, e carta dirigi na iglesia di Sardis, quarta e reformadora e protestante, non so più di che. Dus we gaan nu lezen in Openbaring 3, vers 1. Dit is de brief naar de gemeente Sardis, wat we net over hadden. Dit is de tijdperk van de gereformeerden. Dus dat jullie echt goed weten wanneer de gemeente Sardis voorstaat. Dat is de tijdperk van de gereformeerden. Ja? Zie dat bisa. Escribe na e ángel de iglesia de Sardis, es son que tiene siete espíritu na de Dios y siete estrellas na tabisisaki. Mi conocebo obra na, cubo tin e nombre de tabibu, ma bota morto. Dit en schrijf aan de engel der gemeente de Sardis. Dit zegt hij, die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft,
Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Vamos mirar com Deus está comparar Sardes, o que é nome de Tabio, pero bota morto. Kijk hoe God Sardes eigenlijk vergelijkt. Je hebt de naam dat je leeft, maar eigenlijk ben je dood. Als sommige Arabanse mensen na komisa Bibel, na komisa kuvervoor. Dus we zien als ze zijn goed bezig begonnen door de waarheden naar boven te brengen. Pero poco a poco na kai. Maar langzamerhand zijn ze toch gevallen in dezelfde zonde en God ziet hun, vergelijkt hun als een dood. Sí, pues son habían muerto espiritual. Want ze zijn geestelijk dood. Pues son habían nang aquí, está fuera de él, básicamente se han comenzado para reformar, para quita en han fuera de mentira el sistema papal. Dus ze zijn eigenlijk weggevallen van hoe ze zijn begonnen. Ze zijn begonnen tegen het leerstelling van de Vaticanen en helemaal iets anders van gemaakt. Juist. Besiedt de Bisse Ignacio, het is gebied naar versículos 2. Spierta y fortalece e costan qua queda, cu casi amuri, pa sombra, mi no arraian cubo obra nanta perfecto de mi vista, de mi Dios. En als je verder leest in vers 2, wees wakker en versterk het overige. Dat dreigt te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden door mijn God. Vamos mirar con Dios de amor, Dios te dice, vamos mirar, despierta. Pues ha caído un cosa aquí, no te costa como está. Dus zo zie je echt in liefde, God praat weer met deze gemeente, word wakker. Want jullie zijn in iets gevallen die niet zo had moeten zijn. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Want dat was niet in de plan van God. Want de plan was om de waarheid naar boven te brengen zodat de gemeente van God wakker werd dat ze verkeerd waren. Pensei da bisque na versículo 3, pensei, corta lo que vou a recibir e atende e tene e repenti. Pensei, se vou não espierta, lo me bem maneira um ladrão e lo vou não saque ora me também riba bo. En als je verder leest in vers 3, bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaart het en bekeer u. Indien gij niet dan niet wakker wordt, staat ik komen als een dief en gij zult niet weten op welke uur ik u zal overvallen. Kempa omira, con Dios a papi kunang, repenti, corda lo que bo atende, que men Dios a papi que ne fin comisamento, la ganae inspiración de sola escritura, sola tu cos. Dus God zei vanaf het begin al, word wakker. Dus God waarschuw hen. Vanaf begin al en Fali, van word wakker, bekeer je. Je bent fout bezig, je bent goed begonnen, maar je bent afgewend. Dus dat is de liefde dat God ook nog voor heeft voor de mens. En voor hun in die tijd, nog ook voor ons. Dat hoop door na commissamento, dat hoop ik ook na Dios a usa, na sipa Dios. Dus heel veel zijn, vanaf in het begin al, hebben ze, God heeft ze gegeven om te kunnen. Om wakker te kunnen worden, om te beseffen, hey, dit had het moeten zijn. Wat om hier na traductie de Bijbel in verschillende idiomen aan het tempo. Zelf in die tijd hebben ze de Bijbel in verschillende talen eigenlijk vertaald. Na Aleman, na Engels. Na in het Duits, in het Engels. Wat om hier kom poderosa mee na commissa, or ne obra nobo commissamento. Dus de gereformeerden hebben de verschillende talen van de Bijbel eigenlijk gebracht. Sí. Oké. Okay. Kempa omira kon na initia. Dus zo zie je ook weer dan, ze zijn zo goed begonnen, ze hebben de Bijbel vertaald, ze zijn heel goed begonnen en toch zegt God hier, ze zijn dood. Omdat ze zijn afgedwaald, hè? Juist. Is jouw abon? E iglesia dan, nou je moet hier even screen van ons mire. Wat mire kinan, e iglesia nan, di reforma protestant, alubi da e fuente di verdad, e a kaide mes un klas di error nan,
kunan kritika iglesia mama na uninam mesku estado e politiko. As je ziet ook weer, ze zijn gewoon, ze zijn vergeten op welke fundament ze zijn begonnen. En ze zijn precies hetzelfde, net als de katholieken, geworden. Het politieke macht. Juist. Que men na establecer, na ubicar, na certo lugar na geográfico, e establecer na iglesia que é poder civil e é poder espiritual. Dus er zijn verschillende plekken geografisch op de aarde verspreid. En na establecer na iglesia na que é autoridad civil também. Ze zijn naar hun gemeente daar gesticht onder de civiele macht. Ze hebben meer nabij maar ze poderoso. Dus ze zijn heel erg machtig geworden. Juist. Calvino apone Miguel de Servet de Candela. Sandra, wat zei ze? Calvino, imaginabo. Een Calvinist heeft Miguel de Servet. De Servet, wie is dat, Rovali? In vuur gezet. Dan un daarbij contra de enseñanza. Ah, dat is een van de katholieken die tegen hun leer gingen. Dus ze niet wou aannemen wat ze naar voren brachten. Lutero também aí na Curábia contra católico e judío nan e que a mata nan. Een literaan is ook vol haat tegen de katholieken toegekeerd. E que a mata e católico e judío nan. En wilde eigenlijk aan de joden en de katholieken eigenlijk doden. A igreja luterano abira igreja estatal de vários países de Noord-Europa. En de Lutheranse kerk zijn heel erg is totaal, hè, status gekregen in Noord-Europa. Países tan nos conocidos, no Holanda, Bani, Nebani, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Dus gedeeltelijk van Nederland is allemaal gereformeerde. Juist, precies, je bent bij de Europa, de area na, de Alemania, Noruega, hoop je de enseñanza die Lutheranen dan. Dus als je ook ziet in Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, IJsland. Dus daar vind je allemaal van die gemeentes van de gereformeerden. Nou begrijp ik waarom heel veel op een gereformeerde Nederland zijn. Juist. Ik bedoel, de iglesia calvinista dan, heb je de iglesia estatal naar Suïcia, als Zwitserland, Zwitserland, en iglesia anglicana heb je de iglesia estatal naar Inglaterra. De anglicanen zijn in Engeland hun gemeente gaan bevestigen. Juist. Kempa omira kon nan tabata baina diferente kaminda nan ubicana mes e forma na iglesia que poder civil. Zo zie je op welke plaatsen ze zijn verhuisd, zichzelf bevestigd en daar ook hun gemeente gesticht, maar onder de civiele macht en de politieke macht. En ze proberen dan zo die tweeën te mengen met het geloof. Gaat niet. Automaticamente. Maar dan is de betaal die tegen de Christus en Satanas, niet neutraal. Nou weten we al van deze strijd is tussen Christus en de tegenstander. Fenomenen kunnen nasali voor de guia, de guiaans de Espiritu Santo, en daarbij automatisch. Vanaf het moment dat ze uit de richtlijn van de Heilige Geest zijn uitgestapt, nou, dan gingen ze verkeerd, hè? Toen gingen ze hun eigen ding doen. Na a começar a aceptar e ensinança na estranho e mesmo praticar que a Igreja Católica Romana. E zo zijn ze zelf andere leerstellingen naar binnen gebracht en geaccepteerd. Legam is nu. Precies. In het tijdperk van de Vaticaan. Para mim, bem para que a debatura dura basta dia, porque está roupa e ponto na Igreja na que é adoptada depois, que está um tique erro. Pero me diz mencionar é grota lena. Heel veel punten die eigenlijk deze gereformeerden hebben geaccepteerd tot een soort leer, die eigenlijk tegen het woord van God gaat. Zie je wat Iglesia de Inglaterra, también conocida como Iglesia Anglicana. Als je ziet naar in Engeland, de gemeente in Engeland, Engeland die ook voorstaat als de Anglicaanse gemeente. A perde e fervor e a stanca denso credo yama e 39 articolo na ai de 563. Que men, que ela se na estanca, dado o momento, pessoal, se for você ali fora de linha, bom, assim cresce mais, é verdade. Dus, ze zijn blijven hangen in een soort leer. Dus, want als je eigenlijk uit de leiding valt
waar de Heilige Geest je bezig is aan het leiden en je valt eraf, dan, dan kan je niet doorgaan, dan kan je niet ook zien wat God je nou eigenlijk wil laten zien. In Aides 9:6, na incadenan na iglesia, 39 artikelen en 39 artikelen. En in 1563 hebben ze in hun gemeente binnengebracht 39 artikelen. Wat hun zelf benoemen. Tedia oude iglesia na Inglaterra te exigie minister dan para reconocer publicamente esta aquí. Tot de dag van vandaag strijden ze dat de minister of de president deze 39 artikelen in hun wet voor brengt. Sí. E ora vaga 39 artikelen na aquí, lobe constatar que tinha obtebe contra esse ensino bíblico. En als je al deze 39 artikelen ziet wat ze voorstaan, gaat eigenlijk tegen de Bijbelse principe. Quem bom mira quando começar, quita felinha, erora adianta mensora. Dus als je ziet, ze zijn ontwijk van hun onder de leiding van de geest en gelijk zien ze niet meer de waarheid wat God hun laat zien en er komen valse leerlingen binnen. E a igreja na agora bom, onde andava tu bica? Inglaterra, Zwitserland. En kijk waar ze zich bevonden. Engeland, Zwitserland. Nang finance na penetra bij op leeuw den Europa. Dus hun leerstelling is geprinteerd zo diep en zo ver binnen Europa. Dat is sempre a metabisa. Si vede de un grupo, un religion, para puntra onde la comisa. Daarom zeggen we altijd, als je in een gemeente zit of in een religie zit, vraag jezelf af van waar dit afkomstig is. Busca sua historia. Zeg, zoek de geschiedenis van jouw kerk, van je gemeente. Kijk van waar het vandaan komt. Want het komt van ergens, het is ergens ontstaan. Het is ooit een jaar tellen waar, van waaruit is het gekomen. Met wat is het gelinkt? Ondas na leer abing, die onda. Waar zijn de leer gekomen? Dingen Bijbel. Wat ze aan jullie aan het leren zijn. Is het volgens de Bijbel, is het dezelfde lichtlijn? Als we meer komen in de iglesia protestante, dan kunnen we het doen, maar dan desviar en dan influencia bij hoop en leeuw de mundo. Als je ook ziet naar deze protestanten, ze zijn goed begonnen, maar ze zijn afgeleid. Maar een kost me dat zeker dan, hè? En die weten we zeker, dat is goed. Dat God sempre tem su remanente. Maar God heeft altijd een groepering mensen die wel blijven ankeren, volharden in zijn geschrift. Que men esse não está seguro de, pero como que tem va costan con nota quadra, porque tem que tá mais alerta para você tá quarta quadra se of no. En omdat er zoveel valse leer zijn binnengekomen met het tijdperk in de gemeente van God, moet je zo alert zijn en ook goed het schrift bestuderen zodat je deze herkent. E de iglesia luterano en in het Lutheranse gemeente. Que me cabeça dos. Sí, iglesia luterano não foca essa cambia. O evangelho aquele tratar a maneira uma doutrina no lugar de considerar o poder de Deus para salvação. Que me evangelho que tava tapa mesmo método tapa salva, agora a cambia seu conceito para você mais coisa doctrinal. Dus eigenlijk de gemeente die voorstond om de evangelie naar voren te brengen van de redding, de echte redding, is gewoon nu veranderen in alle andere soort doctrina. Ja, presentar el cristianismo como religión de pensamiento correcto sin el énfasis riba el rectitud de corazón. Que men Kiko nasce não a apresentar o cristianismo ou um bate com nota quadra realmente não apresentar. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben nou het evangelie gepresenteerd in een jasje die eigenlijk niet waar is. Kuyen punto na aspecto nan. Met allemaal aspecten die mensen hebben gemaakt. Com nota focus tipo rectitude de coração, tipo padem. Die echt niet een kijken heeft in de binnenkant van de persoon. Per den aspecto nan exterior. Maar in het buiten zijnde, wat moet ik daarin begrijpen? Mensen kos, ku, botum botsa botinku, haast een certe kos nang, pa bota
bon miracle, kan je misschien zien. Het is net als van je moet iets doen om waarde te krijgen. Juist. Om goed gezien te worden. Om is die puesto, et cetera, bla bla bla. Je moet een positie hebben in de kerk, je moet dit kunnen doen, je moet goed kunnen prediken om te zeggen van hey, die gaat zeker naar de hemel. Juist. En in wat je zo zegt, in 580 heb je dat firma het boek die Concordia aan het. En in 1580 is de concordans geschreven. Ik is het in Sera, is het door dan als je credo dan dogmatico, maar niet iglesia katholico. Dus de concordantia is een boek die eigenlijk credito nam. Dus, credo dan dogmatico, credo dan, maar ik is het katholico in credo dan. Guardo als kibi door die Vatican Papa. Net als die Romeinse kerk door de Vaticanen regels hadden, creditonen hadden. Credo een manier om een basis te vinden, wat je wilt keren. Een credito is een fundament van waar je in gelooft, mm-hmm. Waar je ervoor voor staat. Dus dit is wat je in gelooft en ik zal niet van afwijken. Het is dogmatisch, wat je meent. Dogma. Dogma. Het is een dogma. Ik heb het erg, maar het is een lesje in Engels, in het kader service, om stijlen te nemen. Het is een dogma dat je dan een standvastige reglement, dat je dan elke keer opnieuw leest, om jouzelf te herinneren voor een wat je voor staat. Ik heb meestal een koos geïnglese katholiek, en dan heb je dat protesten contra je, na adopteren meestal systeem. Dus het is precies wat ze doen, wat de Romeinse katholiek, wie ze tegen ingingen, dit doen. Deden. Sim, mas também chama a ponta aí para não sair uma linha para o mira com e transformador na cambia e kiko na adrenta dentro da igreja. Dit zijn punten zodat je eigenlijk even een kijkje op hebt hoe wat is binnen de kerk ingekomen. Binnen de begrip Calvino, esse seguidor de Calvino, aquela basta tempo sem pôr nenhum credo, mas na aquela basta tempo, na aquela dura basta. Na 1618, na apone es 5 punto na ni calvinismo. In het jaar 1618 zijn ze eindelijk, want ze hebben wel een tijdje geduurd, hebben ze eindelijk een 5 punten gezet, die heet de punten van de calvinisme. 5 punten van de calvinisme. Ja, 5 punten van de calvinisme binnengebracht, aangeleerd in de kerk. E a igreja calvinista que é conhecida como igreja na reforma do centro da Europa. E a calvinistische kerk, gemeentes, zijn in het centro da Europa eigenlijk herkend. De kerk na Holanda, sabon, é Presbritannia, né? Dus, na Grã-Bretanha. Ik denk van na Groot-Brittannië, daar, als je de geschiedenis kijkt of je gaat daar, je ziet, kan je de gemeente zien. En hugenotes dan in Francia. Hugenotes in Frankrijk. En theologie reforma a duna origen na un familie grande de iglesia dan. E a influencia profundamente hoop de denominación mas. Ese abisa ore, wak bon, unda bo origen da unda botabin. Pa sombra, el sinyans influencia de e iglesia dan reformista dan kwa kai. Dus, nogmaals, daarom zeg ik ook, kijk goed van welke van waar je geloof vandaan komt, of je religie vandaan komt, of welke je kerk vandaan is ontstaan, omdat deze gereformeerden hadden zoveel invloed in die tijd, dat ze dan wereldwijd zijn gekomen. Sí, especialmente na influencia van Tomás de Iglesia Bautista y congregacionalista nan y puritano nan na Inglaterra. Maestres três domínios onde se não causar influência mais dor de calvinismo. De Igreja Bautista. De gemeente Bautista. É congregacionalista não? Congregacionalista. É puritano não? Da Inglaterra. É puritano. Sim, puritano. De puritano. Da Inglaterra não é aquilo. Uau, die blijven in Engeland. Die vallen allemaal onder de leerstelling van de calvinisten. Quem para omira influência, Igreja Bautista, nós conhecemos? We kennen toch de Bautistische kerk tot de dag van vandaag. Dan weet je van waar ze vandaan komen. En ze zijn een hele machtige kerk. Pero atrobe, awe, menor que papa, nu komt de iglesia. En vandaag spreken we niet tegen een kerk, maar dit is alleen maar om te zien van waar
Het kom. Kom. Linia kom. Dat moet ik Hollandees doen. Ah, oké. Kun je ons dat boel toe? Oké. Ik denk dat we pimenten. Sim, mas eu estou uma nota e mira com a história, porque sempre temos história. Para o mira, é basta que é da bíblico, da solamente. Não, 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 Kemen, Paul Mira Trobe, ku orme a mention aan de naam van de iglesia na aki. Nogmaals, wanneer ik de namen van deze gemeentes mike, benoemd. Mike moet de accent maas riba grupo, dos grupo. Dus dan zeg ik weer, dan wil ik ook de accent weer op twee groepen zetten. Want het is maar twee groepen. Pas al final, te zeta, ik loke Dios de Mira. Want uiteindelijk is dat is wat God kijkt. Dios de Mira, naam van de iglesia. God kijkt niet naar de naam van jouw gemeente. Adventista, Bautista, Pentecostal, Pre-Cristiano, Puritano, Calvin, Tour, ta un Dios de Mira, ora ta wak. En wanneer God naar ons kijkt, ziet God twee groepen. King Dios de Mira? Wie ziet God? Cain of Abel. Cain of Abel. Cain, nou sta je zo die Cain? Eten de geschiedenis van Cain. Cain no aduna e ofrenda e Dio aferadun Dio su ofrenda que Dio sarecha sala, mis destino. We weten al het verhaal, Cain heeft een offer aan God gegeven die God heeft afgewezen. I Abel na subanda aduna Dio su ofrenda e Dio sa accepte. Abel heeft God de offer gebracht die God wel heeft geaccepteerd. Awe punto ta di con e la città di Abel e no Cain. En de punt staat weer, waarom heeft God die van Abel geaccepteerd en niet van Cain. Eerst door die Cain en Abel, dat dos karak, dos tipo die hende kuting den humaniteit, laat me zeggen. Het geschiedenis van Cain en Abel zijn twee type mensen die we nog steeds in deze onze wereld terugzien. Zie je waarom Dios gusta die separatie van die dos groepen? Stel je paar keer in de Bijbel. En als je goed ziet, God onderscheiding. Tussen twee groepen. Hé, wat is dat? Cain, Abel. Cain en Abel. Die mij juist gebruiken, cabrito, carne. Soms gebruikt God ook de bok en de schaap. Trigo en zizanya. En de onkruid en de kruid. En de revelatie met een revelatie 10-2, revelatie 10-7. En in openbaring heb je openbaring 17 en openbaring 12. Dos grupos, que tu vai Deus te queda usa? Apobares 7 e 12, praat over die twee vrouwen, hè? Ja, juist. Ja. Eén op de draak en de andere vrouw op de man. Goed, dat we representaar. Dat weten wat we bedoelen. Sí, representaar, iglesia. Dat gerepresenteert. Die Deus, iglesia Satanás. Met de kerk, de gemeente van God en de andere is de gemeente van de duivel. Kijk, Paul Mira, sempre Deus te wak, te wak dos grupos. Dus nogmaals, God kijkt twee groepen. E história com Manara, de verhalen wat ik naar voren heb gebracht is alleen maar zodat je kan zien. Com eler com e constante cana den ons tempo. Hoe bepaalde dingen tot nu in onze tijd zijn binnengekomen. Pabo sa e história. Zodat je de geschiedenis weet. Per e mais importante também é sempre in de bisa. Maar het allerbelangrijkste is wat we altijd zeggen. Un rengo tra de banco no ta sinha conocer e dólar falso nan. Iemand die in de bank werkt, leert niet de valse dollar te onderscheiden. Per dat sinha, reconocer of saco een dollar realta. Maar die persoon leert hoe de echte dollar eruit moet zien. Iemand garan die sabo, si esa e real, bon koneta. Want op het moment als je de echte dollar goed on je duimen hebt. E promé bia com un falso pas de un man, bote reconocer me soa. Zodra de één valse in je handen. Kom, dan weet je dat. Het APC, nos meta meseta. Daarom is onze doellijn. No bij busca lo que e otro nan ta signa of no, laga nos visa. Kijk niet wat de andere leert. Mi nos focus ta waki ko Dios ta visa através su palabra. Focus jezelf wat God jou wil leren door middel van zijn woord. Automaticamente, tu lo que ta bij contra die palabra de Dios. En
automatisch alles die tegen de wil van God gaat. Lobo bij mij reep, zo'n mes een koske, zo'n banko, dat reconoce me zo. Net als het voorbeeld van de bank, zal het herkennen. Dat is het, hoor ons toe de Bijbel, om mes te pide guia, de Spiritu Santo, pa guia ons guia, ons denje. Daarom wanneer je de Bijbel bestudeert, vraag de hulp van de Heilige Geest, want die heb je nodig om jou te kunnen, door het woord heen, te kunnen wij onderwijzen. Eta humilde. Flat, flat. En wees nederig. Een nederig hart ontvangt. En als je Dios voor je usaal, voor je comprender, want dan is het fariseo na het tempo van Jezus, no? Na het comprender net het nada que a missão de Jezus te bater. Weet je nog, de fariseeën in de tijd van Jezus, ze begrepen niks wat Jezus praat. Pero estava tendo mais estudiado em Bijbel dan tempo. De hoogst geleerde, de slimste in die tijd. Pero é publicano. Não estava tentando conhecimento, se era conhecer Jesus. Mas um ongelovige, ou publicano, não sei como você deve publicano. Publicano. Begreep wel wat Jezus daar sprak. Que é para homem, para compreender e coisas de Deus, não é necessário estar inteligente. Dus om de dingen van God te kunnen begrijpen, hoef je niet wijs te zijn, hoef je niet slim te zijn. É mais tem espírito de humildade, Deus está equipado e ligado a é verdade. Je moet een nederige geest hebben en dan kan God door je wijs, door je werken om jou de waarheid te kunnen laten zien. Que men atrobe dois grupos. Twee groepen. Cain, Abel. Cain en Abel. Cain te representa, meta acepta, of meta aceptano, meta dona Deus e adora sua maneira amique, cita Cain. Nogmaals, Cain. Ik geef God de lofprijzing en de aanbidding hoe ik het wil. Dios sabisa. Als je niet para, dan zo Bijbel. Maar Amit sabisa, no. Amit aait, als je niet bon. En God zegt, zo staat het geschreven, zo wil ik het. Maar ik zeg, nee, maar ik doe het omdat ik dit goed vind. Abel, de andere banda, sabisa, oké. Okay. Dios, sabisa, is daar aqui. Si y amen. Klaar, is daar aqui mee te doen. De andere kant, Abel, zegt, God vraagt dit van mij, dit is wat ik geef. Dit is wat ik doe. E Deus está aqui intenção de coração. E God zit naar je hart. E dat pensei, ela aceptar de Abel e a nenga de Cain. En daarom heeft hij van Abel geaccepteerd en van Cain afgewezen. Zo Cain a rechaza of arrogantia, de arrogantie wat in Cain zijn hart leefde, deed hij wat hij wilde. En dat agora pergunta, que tipo de gente não está? Nogmaals, e ben jij? Ora, Deus te bisabo dentro da sua palavra. Essa aqui está em caminho. Wanneer God zegt in zijn woord, dit is de weg. Que bode bisa? Wat zeg je? Ai, não, het is niet gezien, pero ja, qualquer dia de mim adorar, Deus está bom. Of ik zeg van, oké, okay, het staat wel zo, maar, nou, ik geloof dan welke dag van aanbidding is oké. Pero Deus está dizendo a palavra, e que escolhe, para abrir das coisas, outro coisa. God zegt in seu word, dit, mas jij kies, is anders. E agora, outro simão. Volgende week. Nossa papa é história de igreja, teatira, direntando sardes também. We hebben gesproken over teatira, het geschiedenis van teatira, en we zijn gelijk binnengetreden in de gemeente Sardis. Nós diz pausa, não pausa com nós, notei. We gaan even een pauze, niet omdat wij er niet zijn. Para nós mostrar, é dois grupos nou aqui. Om eigenlijk deze twee groepen te kunnen zien. Cain com Abel. Oh, volgende week gaan we over Cain en Abel hebben? Sim. Ah. Volgende week gaan we over Cain en Abel hebben. Minha mãe começa a mencionar acaba, nossa papia. E não está mencionando o nome da igreja, pelo que me mostra, tá? Com outro nome tá relevante. Cumpre que voluntad lo que Dios te avisa. Dat is wat ik zeg. De naam van de gemeente is niet relevant. Maar om de Gods woord te beamen, dat is relevant. En nós sabemos que é característica aan de Cain, é característica aan de Abel. En we gaan volgende week kijken naar de karaktereigenschappen van Cain en de karaktereigenschappen van Abel. Nós sabemos para que tu, hasta onze llega a revelação, mas não mencionei a 10:2 e revelação 10:7. En volgende week gaan we in openbaring 12 en openbaring 17. Qual é que eu comecei a ler na casa para boar? Lees het dan vast thuis, zodat je het kan lezen.
zodat je weet waarover het gaat. Sumamente importante è capitolo na kita. Ja, heel erg belangrijk. Pero lese al otro siman, bote contami, con e kiko basinha. En volgende week hoor ik het van jullie. Anto amita diz agrega mi banda lo que te paras que bide in Bijbel, pa je completaisi. En we zullen dan toevoegen wat in de Bijbel staat om het een mooi iets van te maken. Dus, juist. Hola, met mij is het mitapa en look at what is het comprehensibel. Is het begrijpelijk wat we vandaag naar voren brachten? Laat me het even weten. Zijn er vragen voordat we afsluiten? Sempre por manda e mensaje comentar riba e página di Facebook pa nos sa e ore si din pregunta se nos po contestar avemos con se outro siman que men pa nos e de que vale nos ta contestar si e pregunta ja, leuk. Geen vragen. Duidelijk. Oké. Estou muito contento. We zijn blij. Dank je por saca e tempo pa por dedicar e estu pa nos por adriante estudia e palavra de Dios. Dankjewel voor jullie tijd nogmaals, dat jullie jullie tijd apart hebben gezet en jullie huizen opengesteld, zodat we samen in Gods woord kunnen duiken. E outra semana nós está continuar. Volgende week gaan we verder. E de vira mais interessante. Wordt het nog meer spannend. Qual adres vota? Revelação 12 ou Revelação 17? En welke adres ben je? Openbaring. Ra. Of Openbaring 17. Lees het, nós está vai outra semana. Volgende week, lees het. Laga nossa terna palabração. Tata Deus, a tarde e noite nos agradecemos um dia mais para a maneira como por aí três guia nos deu uma palavra. Tata Deus, tem enviado nós também com um pensamento, maneira nós que três é. Pero Tata Deus, abo te guia tudo coisa para a maneira abo que. Para nos agradecemos a maneira como a três é estudo já a tarde. E Tata Deus, permitir, Senhor, que tu estás com a escuta e mensagem aqui, Senhor, que porque da medida, porque da meditar de dia e noite, riba de Senhor. E permitir que outras semanas nos possa trover para nos compartir e seguir e partilhar aqui para nos botar ponto e dos grupos aqui. Está com nos grandemente beneficiando a cada ano que escute no lado e rondo parte do mundo que escute nós e permitir, Senhor, que realmente, Senhor, que não compreender com o que agora trouxe. Está com nos grandemente beneficiando a nós, permitir que nos produzir agora e o resto de sábado aqui. Nossa oração e pedimento são ser digno para receber tudo isso aqui, não? Ten nombre van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Hey, tot volgende week. Bye.